Het hoogste punt van het cultureel gebouw, de Westluinense Poort in het centrum van Tiel, is bereikt. Om dat te vieren konden raads- en commissieleden en omwonenden zaterdag 21 januari een kijkje nemen bij het complex. Het gebouw is onderdeel van een megaproject waarmee ruim 40 miljoen euro is gemoeid. De Westluinense Poort wordt het nieuwe culturele hart van Tiel. De bibliotheek, muziekschool en kunstcentrum De Plantage en poppodium 22 worden erin gevestigd. Ook is er een 4 verdiepingen tellende ondergrondse parkeergarage voor auto's en fietsen aangelegd, die eind maart opengaat. Het cultuurgebouw wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.